Zoals jullie weten heb ik in de afgelopen afleveringen een hele hoop dingen gebouwd. Ik heb een mooie garage gemaakt naar mijn huis toe. Ik heb een prachtig hondenhok gemaakt voor mijn prachtige hond natuurlijk. Hij zit er nog steeds lekker te chillen. En ik heb ook wat farms gemaakt, zoals dit kippenfarm hier zo en dit iron golem farm. Maar omdat ik daar de laatste tijd zoveel mee bezig ben geweest, ben ik een beetje vergeten dat Mick en de Pro ook nog op deze survival server zitten. En dat doet natuurlijk ook, maar die heb ik echt al heel erg lang niet gezien. En we hebben, zoals jullie weten, een beetje een probleem met een dief die de hele tijd, ja, ons lastig aan het vallen is hier in de survival. Dus dat is allemaal hartstikke vervelend natuurlijk. Maar ja, ik moet het wel gaan oplossen. En ik heb het idee dat Mick en de Pro misschien denken dat ik erachter zit. Dus ik moet gewoon even weten wat dat ze zijn om hun te vertellen dat dat niet zo is. En ik ben ze nou al een tijdje aan het zoeken, maar ik kan ze echt helemaal nergens vinden. Maar ik ga eerst eventjes naar het deurdorp toe van de noob om te kijken of dat de noob daar ergens te vinden is. Want die heb ik me toch al een partijtje lang niet meer gezien. Dus ik denk dat het een goed idee is dat we hem eens eventjes gaan zoeken. En ik ben toen net voor dat ik op opnemen klikte, al in het huis van de noob geweest. En daar was hij niet te bekennen. Dus laten we eens eventjes kijken of dat hij hier ergens te zien is. Ik vind het gewoon heel erg raar. Ik zal dadelijk nog wel even teruggaan naar het huis van de noob. Want ja, het hele huis van de noob is dus leeg. Er staat geen meubel of niks meer. Er staat alleen een bed en een kist. Dus ja, ik heb gewoon het idee dat hij misschien wel verhuisd is of zo. Ik heb geen idee. En ik verdenk de noob ook wel een beetje dat hij de dief is. Want hij heeft laatst ook een overval gepleegd in mijn winkelcentrum. En dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Maar nee, ik denk niet dat hij hier is. Misschien nog in dit huisje. Hallo, noob. Ben je hier misschien? Nee. En hij heeft hier ook alleen maar dirt in zijn kist liggen natuurlijk. Hoe kan het ook anders? Oké, maar ik ga jullie eventjes laten zien wat ik bedoel. Want we hebben hier natuurlijk het huis van de noob. Alleen is echt alles leeg. Kijk, er is hier zelfs een raam uitgesloopt. Ik weet niet precies wat dit te betekenen heeft hier. Maar goed. Ik zie hier ook echt een... Ja, dit is ook best wel raar. Hier zit ook een heel gat. Het ziet er gewoon uit als een lelijk verlaten huis vanaf de binnenkant. Vanaf de buitenkant is er weinig aan te zien. Maar ja, het is gewoon heel erg raar. Hier zit ook niks meer in de chest. Zoals ik al zei, is het alleen deze chest wat er nog staat met dit bed. Dus ik vind het allemaal een beetje verdacht worden. Er zijn een hele hoop spullen gestolen en ik kan de noob nergens meer vinden. Kijk, Mick en de Pro heb ik in principe nog best kort geleden gesproken. Maar eigenlijk is dat ook alweer veel te lang geleden. Laat ik trouwens maar even een lekker kippetje gaan eten, want ik heb ontzettend veel honger. Oké, weet je wat ik eens even ga doen? Ik ga even hier een minecart pakken en ik ga eens eventjes allebei de kanten op met mijn minecart om te kijken of dat ik hier ergens, ja, een teken van leven zie. Want ik ben hier nu helemaal alleen. Of nou ja, zo voelt het. Het kan ook gewoon zijn dat de noob met Mick en de Pro ergens anders een nieuwe stad begonnen is of zo. Ik weet niet. Ik heb echt het idee dat ze mij in de steek gelaten hebben, want ik kan ze hier helemaal nergens vinden. Ik zie ze hier helemaal niet op de rembaan. Hier in Blauwstad. Wacht, hier moet ik misschien heel eventjes stoppen. Gaan we... Nee, Minecraft, kom terug, kom terug. Oké, die ben ik kwijt. Ik wil eventjes kijken of dat er hier wat in Blauwstad te zien is, want ik zie hier... Nee, hier is de Pro niet. En hier is de Pro ook niet. Oh, dit is geen goed teken, mensen. Weet je wat? Ik ga wel eventjes via de tunnel. Waar zit de ingang van de tunnel ook alweer? Oh ja, hier zo. Hoppakee. Ik ga eventjes ook naar Geelstad om te kijken of dat Mick daar is. En of dat hij eventueel in zijn geheime bunker zit. Dat zou natuurlijk ook best wel goed kunnen. Want Mick heet hier gewoon een geheime bunker. Eens even kijken. We gaan even lekker een stukje varen. Jazeker. Hoppakee. Eens even kijken. Mick, zit jij misschien in dit huisje? Laten we hier eens even kijken. Wow, wat doe ik nou weer? Nee, hij zit hier niet. Pot weg, Dickie. Misschien is hij hier. Nee, ook niet. Oh jeetje. Hier dan misschien. Nee, hier is ook helemaal niemand te bekennen. Oké, weet je wat? Ik ga gewoon heel eventjes hier zo Mick zijn geheime bunker in. Volgens mij is dat hier als het goed is, of niet? Heb ik nou het verkeerde blokje? Nee, ik heb het helemaal goed. Kijk, fantastisch. Hallo? Nee, er is hier helemaal niemand. Jeetje, Mick, waar ben je nou? Ik heb de Pro ook echt al super lang niet gezien, dus laten we maar eventjes naar zijn huis gaan. Want Mick en ik hebben laatst het huis van de Pro gesloopt, zoals jullie waarschijnlijk hebben kunnen zien in een van de vorige afleveringen. Alleen ja, ik ben dus heel erg benieuwd of dat hij daar nou weer is en misschien de boel al gerepareerd heeft. Hallo Pro, klop klop, ben je thuis? Nee. Oké, ik hoor helemaal niemand. Laat ik maar... Wat? Dit is weer helemaal zoals het was. Dit meen je niet. Oh jeetje. Oh. Heeft Mick geholpen om het huis van de Pro te repareren? Er gaat zoveel door mijn hoofd heen op dit moment. Hallo? Nee, hier is ook helemaal niemand. Oh. Misschien hier op het dakterras dan? Nee, hier is... Oh jeetje, hoe kan dat nou? Waar zijn ze allemaal heen? Zijn ze gevangen genomen door de dief of zo? Dat zou ook nog kunnen. Of ze verdenken mij. Ik weet echt niet wat ik moet denken. Ik ga gewoon even via het balkonnetje hier zo naar binnen in Mick's huis. En hallo Mick. Nee, die is hier ook echt helemaal nergens te vinden. Oh. Misschien is Mick in zijn kelder wat wapens aan het maken of zo. Nee, ook niet. Mensen, ik kan er gewoon niet meer tegen, oké? Waarom is iedereen nou in één keer weg? Ja, Mick's wapenwinkel ligt er ook nog best wel triest bij, maar hier is hij ook niet te vinden. Oké, is er dan misschien iemand in het hotel hier zo? Hallo? Nee, hier is ook
ook niemand te vinden. Oké, ik ben hier op een van de verdiepingen. En nee, hier is ook niemand. Ik heb ook echt geen zin om dit hele hotel te gaan controleren. Maar ik neem aan dat ze niet allemaal in het hotel slapen, toch? Zijn ze dan misschien hier in de opslagruimte? Nee, ik denk het niet. Waar kunnen ze nou zijn? Ik snap er helemaal niks van. Oké, laat ik anders even naar Paarstad gaan. Want daar ben ik ook al een tijdje niet geweest. En ik wil eigenlijk even kijken of dat ze zich daar ergens verstoppen. Of misschien in een Mesa Biome wonen nu of zo. Ik heb echt geen idee waar ze zijn, mensen. Ik word er echt helemaal gek van. Oké, hier ziet het er allemaal best leeg uit. Deze bordjes die zijn volgens mij nog van de tijd van de stalker. Dus deze die mogen allemaal wel eventjes weg. Hoppakee. Dat brengt alleen maar verwarring. Maar ja, ik ga even elk huisje hier zo controleren. Want je weet maar nooit. Dus even, nee, ook niet. Ah, ik word helemaal gek, joh. Waar zijn ze nou? Het lijkt wel of dat ik verstoppertje aan het spelen ben met ze. Zijn ze me gewoon aan het trollen of zo? Dat kan natuurlijk ook. Oh, ik weet echt niet wat er aan de hand is, mensen. Misschien zijn ze... Nee, hier zijn ze ook niet. Oké, ik ga nog heel eventjes in de grote hal hier zo kijken. Want dat lijkt me wel een plek waar in principe iemand zou kunnen zijn. Eens even kijken. Nee, alleen de burgemeester van Paarstad staat hier lekker te chillen. En hier staat trouwens een kist met 10 diamonds. Ik weet niet waarom ik die daar ooit in heb gedaan. Maar ik neem ze heel graag weer mee. Oh, ik ben ook nog steeds zo blij met deze weg naar Paarstad, hè. Die heeft Mick echt goed gefixt voor mij. Eens even kijken. Ja, ik denk oprecht dat ik heel Kleurstad en alle andere steden helemaal uitgekampt heb. Ik moet alleen nog even kijken in het postkantoor of in het museum, maar oh. Ik zie hier in het museum zo 1, 2, 3 ook niemand. Ik ga alles eventjes een beetje controleren hier zo, maar dit is zo triest. Waar zijn ze allemaal gebleven, joh? Is er dan misschien iemand in de bank? Nee, daar zie ik ook helemaal niemand. Potverdikkie. Iemand in de postkantoor? Hallo? Nee, ook niet. Tuurlijk is er niemand. Ik heb heel Kleurstad afgezocht en ik kan ze gewoon nergens vinden. Weten jullie nou waar ze zijn? Laat het zeker even weten hieronder in de reacties. En klik nog even op deze video, want dit is de laatste video die Mick heeft gemaakt in de survival. En misschien kunnen jullie hier zien waar Mick is. Dus alsjeblieft klik even op deze video en laat aan mij weten waar Mick is. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op het kanaal van Mick om op de hoogte te blijven van de gehele survival serie. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende video. Doei doei!